Deze salsa dip is aan de wat hetere kant. Als je dit niet lekker vindt, gebruik dan geen of wat minder chilipoeder. Verwarm eerst wat olijfolie in een pannetje en fruit hier de gesnipperde ui en knoflook in ongeveer 2 minuten. Voeg nu de chilipoeder en de komijn toe, samen met 2 flinke scheuten ketchup. Dit zorgt voor een wat zoetere smaak. Roer alles goed door en doe dan de tomatenblokjes erbij en roer alles nog een keer goed door. Zodra het een beetje begint te pruttelen, doe je de paprika poeder en een klein beetje zout erbij. Roer alles goed door en laat het nog een minuutje of 5 doorpruttelen. Haal de pan van het vuur en laat afkoelen. Giet het daarna over in een kommetje en doe hier wat blokjes augurk bij. Om verder af te koelen zet je de salsa dip nog een tijdje in de koelkast. Lekker met wat rauwkost of wat lekker wat chips.